Danny Post, jullie winnen met 2-3 hier bij Top Os. Ik denk dat jullie in de 80 minuten niet hadden verwacht dat het nog 2-3 zou worden. Nee, zeker niet. Het was spannend, maar uiteindelijk blij dat we hem over de streep trekken. Maar natuurlijk mogen we dit niet laten gebeuren. De wedstrijd begint met een beetje een rare situatie voor de goal na een hoekschop. Waar jij uiteindelijk volgens mij als laatste je voet ertussen zet. Wat gebeurde er bij die 1-0? Ik zag de bal bleef liggen. Zij kreeg hem niet weg. En hij viel echt ertussen en hij bleef stil liggen. En ik denk, druk hem zo snel mogelijk het doel in. Ik denk dat het niet de mooiste goal uit mijn carrière is. Maar ik denk dat hij wel gewoon heel belangrijk was. De 1-0 voor. En, daarna vond ik ons steeds sterker worden. En liepen we uit. Ik denk ook nog steeds dat het gewoon een verdiende overwinning natuurlijk is. Alleen de tweede helft mag je dat gewoon niet zo spannend weer maken. Dan kom je op 0-2 voor de rust. Wat zeggen jullie tegen elkaar in de kleedkamer op dat moment? Nou, ik vond eigenlijk dat we beter konden nog. Niks ten nadele van Top Os, maar ik vond dat we eigenlijk een hogere uitslag al hadden moeten hebben. Of een tussenstand. Dat we eigenlijk toch een stapje erbij moesten doen om de afstand te vergroten. En dat deden we gelukkig met een penalty. Alleen dan moet je daarna eigenlijk doordrukken. En ik vond dat we probeerden dat wel. Alleen zij scoorden ook gewoon uit de vrije trap. Waardoor zij er weer in gingen geloven en ook heel snel de bal erin gingen pompen. En eigenlijk wat opportunistischer gingen spelen. Het leek dat jullie daar wat meer moeite mee hadden toen ze in de rust een extra spits erbij brachten. Wat meer fysiek gingen spelen. Dat het achterin wat moeilijker leek. Zeker de laatste 25 minuten. Ik vond dat wel meevallen, want we hebben daar bijna geen kansen uit weggegeven. We geven een kans weg omdat we een overtreding maken aan de zijkant. Vrije trap. En daarna komen ze via de zijkant door. Ja, natuurlijk sterke jongens voorin, maar ik vond niet dat ze daardoor gevaarlijk werden. Of ik vond dat we dat best aardig oplossen juist. Ik denk dat we eerder die bal gewoon onder druk achterin bij hun moeten houden. Zodat ze niet een vrije bal kunnen spelen op die grote spelers. Dus ik denk dat we dat ook beter moeten doen in de volgende keer. Maar zij gaan er ook gewoon in geloven doordat die bal erin vliegt. En daar moeten we eigenlijk voor waken. Ja, dankzij deze overwinning en uiteindelijk de nederlaag van Roda bij Emmen. Betekent dat je weer helemaal terug in de race bent en dat je eigenlijk alles weer in eigen hand hebt voor de komende twee finales, zoals dat zo mooi heet. Ja, nee, het is gewoon leuk dat je nog ergens voor speelt. En ik kwam hier natuurlijk een aantal weken geleden, of eigenlijk na de winterstop eind januari naartoe. Stonden we er niet goed voor en het is gewoon leuk dat je nu nog en voor de fans en voor de club gewoon nog ergens voor speelt. En dat was de insteek en het is ook gewoon mooi dat zo loopt nu. En dat is alleen maar leuk. Op naar ADO dan. Zeker. Dankjewel. Okay.